Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video vandaag. Vandaag gaan we verder met echt een fantastische serie die ik had bedacht de vorige keer. Namelijk dat ik gewoon TikTok ga kijken en op ga reageren. De vorige keer vond jullie het f***ing leuk. Dus ik dacht, let's do it again. Marco, ze wil naar de barbecue. Oeh, serieus. Zo Marco Milo, dat is de eerste TikTok die ik krijg als je hem opent. Oei, je ziet er niet best uit dit. Oh jee. Mensen, wil je niet geabonneerd bij mijn kanaal? Doe het dan zeker. Trying to love, mensen, kom terug, kom terug. Ik ga het morgen opnemen met Matthias, dus het komt helemaal goed. Geen zorg. Zie allemaal comments waar Trying to love weer gestopt? Nee. Ik bedenk me ineens iets. Oh mijn god. Dames en heren, jongens, meisjes. Ik ben genomineerd voor Zep Online Ster. Nou, dat is toch fantastisch? Er zijn nog 10 mensen over. Waaronder ik, allemaal andere kanalen en Matthias. Matthias heeft vorig jaar gewonnen en die wil niet weer winnen. En die heeft nu gezegd, als ik hem win, dan vertel ik op het podium live een mop. Nou, ik ben al lang bezig met een mop te bedenken, maar dat gaat helemaal goed komen. Als je op zoek Zep Awards op Google, dan kan je stemmen op mij. En bij favoriete muzieknummer kan je op Bankje Stapel Gek stemmen. Dus stem op mij en op Bankje Stapel Gek. En dan doe ik een dikke esser naar jou. Want ik moet dat winnen. Ik ga echt niet verliezen van familie Lacap of van Jade. Dat gaat gewoon echt niet gebeuren. Ik ga er niet van verliezen. Heftige achtervolging veroorzaakt meerdere crashes. Oh jee. Kom maar weg. En het ding is, Stijn bij het stoplicht knalt de politie tegen je aan. A few moments later. Oh. Duitsers zijn leiders, hè? Duitsers zijn leiders. Maar wat... Nog eentje. Oh. Zijn collega's blokken mislukt. Andere collega blokken. Hier gaan we naar de auto aan. Nah. 3:50 die nacht arriveert deze man. Hij stopt voor de juwelier en meteen stapt hij buiten beeld in de geparkeerde Mitsubishi. Aha. Fuck. Wat zie je hier? Holy shit! Nu kan een van de mannen er, weliswaar met wat moeite, toch onderdoor. Kort na binnenkomst gaat het mistalarm af. De man binnen ziet inmiddels geen hand meer voor ogen, dus er zit maar één ding op. Zo snel mogelijk weg. Ze heeft iets gedaan. Ook al is hij maar kort binnen geweest, de dieven vertrekken met sieraden en horloges ter waarde van zo'n 50.000 euro. Zo! Je noemt per ongeluk een chick een beetje dik. Noem je me nou dik? Nee, dat zeg ik toch helemaal niet? Jawel, je noemt me zwaar. Nee, ik zeg dat het gewoon een beetje zwaar vind. Dat is toch niet leuk? Leuk. Wat een grappige video. Kan iemand mij vertellen waarom komkommers in de supermarkt altijd in een... Deze man is zo kaal. Dit hoofd moet nog wel nep zijn. Je hebt dan een eier op TikTok een bril over. De f*** dit is scheet. Dit is ook weer zo'n TikTok mooi boy. Wat de f***. Heb je dat gezien, mensen, bij Monica Geuze? Ik ben zo vaak getagd in deze TikTok. Mensen zeiden dat ik dit was. Die volk vind je innerlijk wel leuk. Maar nog leuker is je boer. Nieuwe meisje is een cutie. Mensen, ik kan u garanderen dat ik het niet was. Laten we die comments eens lezen. Ik dacht dat het Koen was met 15.000 likes. My wife is gonna be so mad when she finds out I used her car to clean off mine. Hopefully she doesn't kill me. So what gender do you think you are? Oh, ik snap hem nu pas. Her car, dat is dus die bezemstil, omdat ze een heks is. Ja, wel leuk. Wat een koude goed filmpje. Hoger, een gilletje. Gaaf, vind ik dit dan wel weer best leuk. Hey, shout out naar Enzo Knol. Are you looking for a date? No thanks, gorgeous. I'm happily married now. Ja, leuk. That is a big turn on. Laten we kijken waarin ik gemanaged en getagd ben. Yo, Milo, luister bro. Jij bent net zo kaal als ik. Kijk. Zullen we gewoon samen naar Turkije gaan? Oh mijn god. Ik ga het even naar Milo sturen om te kijken wat hij daarop te zeggen heeft. Ziet er echt uit als een soort feutus of zo. Wauw, 4 euro. Een euro? Je geeft deze man 1 euro, dat is 5 keer 20 cent. Wat ben je aan het doen? Denk je dat deze man kan leven van 1 euro? Denk je... Jij hebt me dood al gelukkig gemaakt. Kom op man, weet je wat je slaat? Hey, kom op man, even 1 euro geef je dan maar, broer. Spotify kost 10 euro, broer. Hey, ja, fuck. Hey, let's go. Let's go, guys. Let's go. Hij ziet het helemaal niet meer zitten, die gast. Vlak bij een natuurgebied. Dus ik ga wel graag wandelen en dat soort dingen. Ik ben benieuwd wat hier komt. Sorry.
Wat is het hier? Ik vind het zo grappig, ja, dat je zegt dat, dat je dan even gaat wandelen, maar... Oh, nee, dat mag je juist, joh. Nee, dat is... Dat is... Hij zit in een rolstoel. Ja, je ziet eruit alsof je naar een motocrosswedstrijd gaat. Dit was niet de afspraak, hè? Nee, je zou iets heel sexy's aandoen. Oh! What the fuck? Robin, hier volgt een cursus handdoek opvouwen. In plaats van dat jij het, nou ik weet niet eens hoe je het opvouwt, zo en dan zo en dan gaat het zo de kast in. Nou ja, zo. Best prima opgevouwen toch? Dan wil ik het dus niet hebben. Oh. Ik ga het je nu meteen even uitleggen, ja? Dit is de lange kant, die vouw je naar elkaar toe, ja? En dan vouw je die ook nog eventjes naar elkaar toe. Dan is dit de lange kant en die gaat in drieën. Eén. Oh, in drieën. Nou ja, één. In drieën dus. 1, 2, 3. Ja, dat is echt. Ja, je leert er wel wat van. Ik weet niet hoe ik in drieën mijn handen moet opvouwen. Zo 1 en dan is dat ook al 2 en dan 3. Hey jongens, we zijn toch in Zeeland, dus we trekken we gelijk de kabels eraf. Hallo mevrouw. That's real than the shit that they talk about. Damn is the words that come out their mouth. She looks good always without a doubt. Ah, vet gedaan. Nou, jij bent blij dat je alleen maar je schoen kwijt bent en niet je been gebroken is. Kijk, zo kijk ik er dan naar, mensen. Altijd positief blijven. Leuk. Wat is goed zo van broken in your house? Ja, dat is mooi. Dat is schitterend. Ik word vanochtend wakker met een kater. Oh. Ik voelde me echt slecht. Echt slecht. Weet je, ik word wakker, telefoon kwijt, weet ik het wat. Ik zeg tegen mezelf, ik zeg Pieter, je moet stoppen met drinken en al die dingen, domme dingen doen. Weet je, waarom noem je jezelf Pieter? Maar gelukkig heet ik geen Pieter. Ja, best wel leuk, ja. Best wel gaaf. Die man kijkt dan. Ik doe dat maar niks. Wat schitterend. Dames en heren, ik heb nog niet geslapen, je weet toch? Het is al ochtend. Altijd mooi. Ik heb wel 3 wijven gebouwd. Mensen, het is mooi geweest. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Stem op mij op de Zapp Award. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik heb weer gelachen. Tot goed. Draai. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook kan ik chillen.